Welkom bij iAcademy, de internetopleider van Nederland. Ik wil je graag een voorproefje laten zien van deze e-learning cursus. Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld. Centraal in deze cursus staat de interactieve presentatie. Verder krijg je een e-book met de complete lesstof. Ten slotte bevat deze cursus opdrachten waarmee je de opgedane kennis direct kunt oefenen. Je sluit de cursus af met een toets. Haal je hiervoor een voldoende, dan ontvang je een gewaarmerkt certificaat als bewijs van je kennis. Blijf kijken, want je krijgt nu een selectie te zien van schermen uit de interactieve presentatie. Stel dat de bezoeker nog niet weggejaagd is door de lange laadtijd van je homepage. Dan gebeurt dat alsnog wanneer je dode links op je website hebt, zeker in het menu. Dode links verwijzen naar niet bestaande pagina's. Hoewel veel browsers tegenwoordig pop-up blokkers hebben, werken ze niet allemaal. En alleen al de melding van de browser dat een pop-up geblokt is, zal de bezoeker irriteren. Op viewlike.us kun je kijken of je website niet veel te groot is voor de meeste beeldschermen. Als je er zeker van bent dat je niet terug zult schrikken voor dialoog, Echt een bijdrage kunt leveren en actief kunt blijven, kun je beginnen met de eerste stap in de goede richting: het ontwikkelen van een strategie. Alles wat volgt is relevant voor de social strategist of het webcare team dat je aanstelt. Behalve als je het allemaal zelf wilt regelen, dan is het ook relevant voor jou als bedrijfsleider. Het is belangrijk om één doel te stellen binnen de strategie. Natuurlijk wil je én makkelijk gevonden worden door zoekmachines en naamsbekendheid en productbekendheid. En meer klanten. Maar dat zorgt ervoor dat het moeilijk beslissingen nemen is tijdens het uitvoeren van de strategie. Als je je op één doel concentreert, zal de rest ook volgen. Zij het in een trager tempo. Schrijf je vandaag nog in op academy.nl